Erik, ik hoop na donderdag tegen Os niet te lang nagefeest. Want vanmiddag staat de streekderby tegen Kuiker op programma. Hoe ben je naar die wedstrijd toegegaan? Ja, natuurlijk, het is erg kort van donderdag naar zondag. Maar goed, ik hoop dat we vandaag wel de omslag kunnen maken in ons hoofd. En daar hebben we natuurlijk van tevoren ook over gehad. Dat we dus toch proberen vandaag een stuk volwassenheid te tonen. Die we eigenlijk de hele competitie al laten zien. Want ja, het is natuurlijk vrij kort op donderdag. Maar goed, aan de andere kant willen de jongens vandaag ook wel heel graag winnen. Een streekderby, wat verwacht je daarvan qua extra spectaculariteit? Of, Nou goed, ons kent ons. Ik bedoel, alle jongens kennen elkaar. En dat geeft altijd wel een extra dimensie aan een wedstrijd. En ik moet zeggen, Kuik is toch weer aan de betere hand. Ik bedoel, ze hebben afgelopen zondag met 4-0 gewonnen van Argon. Dat is niet niks. Dus wij zijn wel degelijk gewaarschuwd vandaag. Één wijziging in de opstelling zag ik. Peter van Thijs. Hoe komt het? Ja, nou goed, die jongens maken het mij heel moeilijk. En dat is alleen maar goed. Het is een luxe probleem. Hè? Thijs deed het ook helemaal niet verkeerd. Maar goed, Peter van Put heeft de laatste weken wel keihard gewerkt. En afgelopen donderdag heeft hij natuurlijk dat bekroond met die geweldige invalbeurt. En ik hoop dat hij dat vandaag die lijn door kan zetten. Heel erg bedankt en heel veel succes. Dankjewel. Vandaag op zondag 26 september mag Achilles 29 voor de derde keer deze week de grasmat betreden. Achilles 29 die afgelopen zondag nog verloor bij AFC in Amsterdam. Maar afgelopen donderdag in de beker dit resultaat weer recht trok en een prima overwinning behaalde in de bekerduel tegen FC Os. De ploeg van Erik Meijers bracht één wijziging in de basiself. Erik Meijers wisselde Thijs Hendricks voor Peter van Putten. Peter van Putten die een prachtige invalbeurt had afgelopen donderdag tegen FC Os. Achilles 29 was de eerste helft vele malen beter. En hier ziet u een vrije trap van Peter van Putten net gekeerd kunnen worden door Bart Tienes, de doelman van JFC Kuik, die een prima wedstrijd keepte. Deze corner ziet u net overgekopt worden door Ivo Richter op het aangeven van Gradis Hempenius. Na een corner van Gradis Hempenius schiet Peter van Putten in de rebound tegen de vuisten van Tienes aan. Hier lijkt het op een overtreding, maar de scheidsrechter beslist om het door te laten spelen. Via een combinatie van Peter van Putten en Gradis Hempenius komt de bal op de voet van Ivo Richter, die hem net niet een doelpunt kan maken. JVC kreeg één grote kans in de eerste helft. Hier is het wel of geen penalty. We gaan het even in de herhaling terug bekijken. Het lijkt erop alsof de speler zich laat vallen, maar dat doet er niet toe. De scheidsrechter van vanmiddag, M. Hof, legt de bal op de stip. Roy Zegers mist deze penalty en Barry Dietrich heeft de bal klemvast in zijn handen. De aanval die hieruit volgt komt terecht bij de voeten van Gradis Hempenius. Hij omspeelt twee mensen en kan de bal niet in de voetjes terugkrijgen van Frank Hol. In de eerste helft verzuimde Achilles 29 de kansen af te maken en zo stond het scorebord nog steeds 0-0. In de tweede helft ging Achilles verder waarmee het in de eerste helft begonnen was. Kansen creëren en aanvallen. En als je dat maar lang genoeg doet, dan komen de doelpunten vanzelf. Hier gaat een voorzet van Gradis Hempenius nog mis. Maar niet veel later komt er een diepe bal op Ivo Richter, die de bal vervolgens probeert voor te zetten op Twan Smet, die hem net langs het doel kan schieten.
Niet veel later vindt Ivo Richter het hoofd van Daniel van Straten. Hij kopt dan ook de verdiende 1-0 binnen in de 59ste minuut. Hierna kreeg JVC nog enkele kleine kansjes en kantelde de wedstrijd lichtjes richting de kant van JVC. Er werden wat wijzigingen gemaakt in beide elftallen. Na deze ingooi komt de bal terecht bij Randy Hofmeijer. Hij gaat de dribbel aan en krult de bal prachtig in de verre hoek. 1-1 via een prachtig zondagschot in de 79ste minuut, dus 1-1. In de laatste fase van de wedstrijd kreeg Achilles 29 niet meer de kansen om nog een doelpunt te maken. JVC verdedigde goed en gooide het achterin op slot. De paasjes kwamen niet meer aan bij Achilles 29 en daardoor eindigde de wedstrijd dan ook in een 1-1 gelijkspel. Ja, Ivo, er zijn wedstrijden, dan kun je blij zijn met een punt. Ik denk dat dat vandaag niet aan de orde was. Nee, duidelijk. Maar veel beter. Maak hem niet af. Dus helaas. Ja, hoe kijk je nou zelf terug? Vooral ook in die eerste helft. Hè? We gaan met 0-0 rusten. Met een beetje pech was het 0-1 geweest. Dat klopt, ja. Als je die penalty erin schiet, dan is het 0-1. Maar daarvoor moet je al met 4-5-0 voor staan. Dat doe je gewoon niet. Dus je roept het over jezelf weer af, hè? Ja, dan komen we uiteindelijk toch met 1-0 voor door een doelpunt van Daniel van Straten. Maar Achilles vergeet toch de zaak in het slot te gooien. We gaan achteruit lopen en dan dwing je het over jezelf af. Ze hebben geen kans gehad eigenlijk, maar een zondagschot die vliegt er weer fantastisch in. En zo is het 1-1. En daarna hebben we geen kansen meer gehad eigenlijk. Dus blijft het zo. Ja, Erik, een teleurgestelde trainer, denk ik. Nou, ik ben niet teleurgesteld in het spel en in de drive waarmee wij vandaag gespeeld hebben. Maar wel met het resultaat natuurlijk. Kijk, je denkt na 1-0 dat je de wedstrijd in de tas hebt. Ja, dan verzuim je eigenlijk de 2-0 te maken. En dan help je de tegenstander wel weer in het zadel. Ja, door gewoon toch te veel achteruit te lopen. En op dat moment natuurlijk weer een wereldgoal tegen te krijgen. Ja, nou goed, we laten nou natuurlijk toch in twee wedstrijden waar je duidelijk laat zien dat je beter bent dan de tegenstander, laten we 5 punten liggen. Dus daar kunnen we natuurlijk niet tevreden over zijn. We hebben het grootste gedeelte van het spel hebben wij zelf in handen. Alleen we maken op het juiste moment maken we de goals niet. Ja, nou goed, dan moet je daar ook niet gaan wanhopen. En dan moet je daar proberen toch geduld te bewaren en in ieder geval op de weg doorgaan waar we mee bezig zijn. Want ik vind dat we toch, zeker ook tegen AFC, maar ook vandaag vrijwel groot gedeelte van de wedstrijd superieur zijn aan de tegenpartij. Alleen je drukt dat niet uit de cijfers. Ja. Oké, dus wat jou betreft doorgaan op deze weg en volgende week de zaak weer oppakken. Ja, nou goed, we hebben nu natuurlijk nog weer een beetje rust. En na donderdag was het natuurlijk toch hectisch. Vandaag vond ik dat we dat... kon je dat niet echt terugzien. Hoewel in de eindfase hun met 1 tegen 1 achterin, toen hadden we wel wat moeilijker. Maar goed, dan kan ook heel goed 2-0 vallen. En die viel niet.